Ik heb wel begrepen van het OM dat men bijzonder voorzichtig te werk moet gaan. En die uitleg heb ik ook volkomen aanvaard. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb bijvoorbeeld een vraag gesteld tijdens mijn gesprekken met het OM. Waarom het zo lang duurde voordat Paul Kroes wordt gedetained. In detentie wordt opgenomen. Terwijl bijvoorbeeld een simpele burger als Roland Orlando Kroes vrijwel gelijk in december opgepakt werd en Kia inging. En ik ben bijzonder blij dat de OM zoveel tijd heeft besteed om me dat uit te leggen. Wat blijkt namelijk, het geval van Roland Orlando Kroes, een bekende burger op Aruba, die is ook niet zomaar opgepakt. Het onderzoek tegen Roland Orlando Kroes is eind juli begonnen. En men heeft dus onderzocht eind juli, augustus, september, oktober, november. En in december is hij opgepakt. Dus ook in het geval van Roland Orlando Kroes is het OM niet lichtvaardig te werk gegaan. En men heeft dat ook uitgelegd. Men heeft gezegd, luister, de Ruiter moet begrijpen dat als wij voor de deur gaan staan met de politie en de recherche en openbaar ministerie en we pakken iemand op en die tenen hem, dat is een bijzonder heftige gebeurtenis in je leven. Dat is iets waar je psychische moeilijkheden mee kunt krijgen. Dat is moeilijk om te verwerken. Dus dat is een enorm grote ingreep. En voordat men overgaat in zo'n grote ingreep, moet men wel zekerheid hebben dat men zo'n zwaar vermoeden heeft dat men het gaat onderzoeken en dat men het ook uiteindelijk bij de rechter wint. Want uiteindelijk moet de rechter beslissen. Maar het OM zal geen zaken bij de rechter brengen als zij niet zeker weten dat ze dat gaan winnen. Dus het OM werkt heel erg voorzichtig en ik heb er respect voor. Als burger begrijp ik dat ook. En aan de andere kant moet ik ook zeggen dat ik mij daardoor beschermd voel. Want dat wil zeggen dat niet iemand maar zomaar bij het OM kan gaan en zeggen, Jan de Ruiter, die moet eens een keertje opgepakt worden. Laten we dat maar eens even snel doen. Dus ook ik val onder die bescherming. Dus ik heb er wel respect voor. Gezien het bewijsmateriaal dat ik zelf gezien heb, leg ik mijn handen ervoor op tafel dat men gaat vooronderzoeken en dat men gaat onderzoeken en dat mijn efforts succes zullen hebben. Ik twijfel daar geen moment aan.